Dus ik weet niet waar dit over gaat, maar hoi YouTube, we zijn er weer. Livestream 17 juli. Hi. Hallo. Hoi. Goed, dus in de vorige aflevering mist die gezeur. Deze aflevering mist die gezeur. En degene daarna? Nou, ik vraag me eigenlijk af, want onze... Weet je wat, ik denk dat ik even YOLO ga doen. Ik denk dat ik firepower in de watergym ga gebruiken. Ja joh, gewoon doen. Ja, waarom niet? Trouwens, firepower die heeft bij mijn oorspronkelijke team heeft hij de nickname Fluffiness. En dat heeft te maken met de plusje die ik hier heb. Yep, die is zo fluffy. Die is te fluffy! No. Oh boy, hij doet toekomstbeeld. Oh, hij ziet een aanval aankomen. Ja, nou. Leuk voor hem. Wij doen bijt. En dat is super effectief. Dus, wees dan even crazy. Als je zo gaat beginnen, dan ben je zelfs gewoon geïgnoord. Er is niks uit. Nou, sterker nog, ik ga het nog niet eens meer vermelden, want oh, wat? Hij heeft een Leafeon? Hij heeft een Leafeon! Oké. Okay. Nou! Oh, ga gebruik Magical Leaf! Hij weet niet hoe dat hij een Leafeon moet gebruiken. Magical Leaf is namelijk, in tegenstelling tot... Resolief een speciale aanval. En een speciale aanval is niet echt handig om dat te gebruiken met Leafeon. Dus hij weet totaal niet hoe dat die Leafeon moest gebruiken. En de reden dat Firepower hem kan one-hitten is omdat Ember is een speciale attack. Ook al is Firepower niet echt een special attacker. Ja, Leafeon heeft gewoon hele slechte special defense dus. Maar leuk dat je een Leafeon hebt, maar leer ermee omgaan. Goed. Ik wil die watertrainers ook hebben, want we hebben echte experience nodig. Willen we dadelijk tegen Red gaan vechten? Dus, goedemorgen, middagavond. Oh mijn god, een Bailey. Serieus, wat is het met hier iedereen die een grastype heeft? Het is alsof dat ik het gewoon kon voorspellen tot, Maar in ieder geval, wij blijven gewoon Ember gebruiken. Ja, in ieder geval heeft iedereen wel een beetje een leuke dag gehad. Dat vind ik ook wel belangrijk. Het is een lekker interactief. Heeft iedereen een beetje een fijne dag gehad. Mijn dag was vervelend, maar dat weten jullie al. Ik heb het gezellig gehad met Robin. Met onze Robinski. Wacht, geduldig. Speel Pokémon Go en ga alsjeblieft. Oh. Mooi gezegd, Mumee. Is er trouwens is iets voor Twitch, jongens. Dus voor de YouTubers, don't worry. Ga happy lopen wezen. Oké, nou laten we het water eens eventjes induiken en laten we eens heel eventjes met deze trainers gaan. Ze zwemmen in het water, dus we zullen absoluut geen water-Pokémon hebben. Tenminste, daar ga ik niet van uit. Trouwens jongens, jullie hebben die server-dinges gezegd, hè, van de servers willen niet werken. Nou, zien jullie hier dat spinnende balletje? Wij noemen dat de White Circle of Doom. Ja. Dus, als je dat echt constant ziet... Ja, dan weet je dat de server niet werkt. Onze aanval is omlaag gedaan, maar ik denk dat Strength nog wel het een en ander zou kunnen doen. En Takedown, dat is best wel gevaarlijk. Wow, dat deed heel erg veel schade. Strength die doet op zich wel decent schade. En nou hoop ik dat ik genoeg... Als die weer takedown doet, dan kunnen we een probleem hebben. Aerial Ace! Oké, dat hebben we goed overleefd. Oké, Staravia, dat is geen probleem. Het is namelijk tot Viper... Oh boy, dat is wel een probleem. Oh boy. Dan doen we een snelle aanval. Die gaat altijd eerst. Snelle aanval. Haha.
Zo blijft ook nog snelle aanvallen hebben met Firepower. Trouwens, er zijn geruchten dat Firepower, oftewel Flareon, in Sun and Moon een ability gaat krijgen zodat hij geen recoil damage meer gaat nemen. Dat is echt nice. Dat zou Flareon gelijk een enorme goede evolutie weer maken en dus weer terug in de race voor goede evoluties. Ah, hij heeft zo'n set gericht omdat hij duizelig is, omdat hij bijna geen HP meer heeft. Kom, laten we hem even healen. Ik heb medelijden met hem. Oh ja, ik heb nog een gek snoepje. Zeef, wat is mijn favoriete Pokémon game? Oeh. Pokémon Go. Nee. Nou, op het moment niet. Nou, het geeft wel veel irritaties, maar het is nu toch voor mij wel heel mijn favoriet. Ja, maar ik zit even te denken. Ik denk dat het bijna toch echt nou op dit moment, in verband met dat ik daar mijn hele evolutieteam op heb en dat ik daar echt enorm op jacht ben geweest en veel shinies heb gevonden, denk ik dat ik voor mij bij Omega Ruby blijf. Same. En wat is het met al die gasten met hun grastypen? Serieus! Dit is een watergym! Oké, sorry, maar ja, Ledian is bug-type. Is niet echt gras, maar goed. Dit is niet Bugsy waar we zijn! Hey, toch een slim idee om Firepower te gebruiken. Ja, maar nou denkt iedereen dat het rigged is omdat ik dit zou weten. Jongens, ik weet echt van niks. De enige reden waarom ik Firepower er gewoon vooraan heb gegooid, is vanwege het feit dat ik die wou levelen. Firepower is underleveled, die heeft maar 42 levels. 43. Hij kan eindelijk een fysieke vuuraanval leren. Firefang. Nou, Quick Attack, hij is heel erg handig geweest. En Ember, ja, het is niet echt een sterke aanval. Maar voor als jij een fysieke, ja, een defensive wall voor je neus hebt, dan is Ember wel handig. Dus ik denk dat Quick Attack toch wegdoe. Doeg. Juist. Oh jongens, ik heb trouwens nog steeds de spinning ball of death. Dus ja, Pokémon Go ligt er bij mij ook waarschijnlijk uit. Yeah. Je bent wel in de server, maar je bent er ook weer niet. Want als ik nou hier op een gym druk, dan... Als ik hier nou op een gym... Dan zegt hij van, hey, je drukt op een gym. But nothing happens. En dan span ik weer automatisch terug van, nee hoor, je hebt nooit gedrukt. Oh mijn hemel, Deoxys op level 46, dit kan een probleem worden. Ik maak me zorgen, jongens, we hebben een Deoxys op level 46. Oei. En die one-hitten we bijna gewoon met Firefang, wauw. Hey, blijf eens van mijn leftovers af. Schaf uit, kom hier. Ik verkoop je een dreumes. Maar Zeep, je hield toch niet van mega-evoluties? Nee, dat klopt. Maar het spel draait niet gelukkig om mega-evoluties. Vergeet niet, ik heb dan mijn Eevee-team, hè. Dus, Loudred, dat is watergras. Ik ga het proberen. Ik heb vertrouwen in mijn Firepower. Ik heb vertrouwen in mijn fluffiness. Oh nee, Loudred, dat is niet... Ik was in de war met de evolutie van Loudred, sorry. Mijn excuses. Ik ben inderdaad geen fan van de mega-evoluties, maar dat wil niet zeggen dat ik het spel verschrikkelijk vind. En Loudred is ook verslagen. Firepower die gaat goed op het moment. Firepower die poont alles. Dus ja. Nou, we hebben ondertussen hier iedereen verslagen. Tijd voor de gym. Ik ga voor de zekerheid hier weer heel eventjes even, want ik weet wat er bij Lieutenant Search gebeurde. Die hadden wij toch die stem gegeven van onze commando. Chief! Nee, ik ben er nog steeds! Laat Chief hier buiten! Nee! Ik ben de eerste die jullie hebben verslagen! Jullie zijn zwak!
Tantalosers! Nee! Oké, nou Misty is nog steeds heel erg boos op ons, dus haar watertype, I will quote you on that, die zal ons eventjes gaan verslaan. Ik geloof er helemaal niks van. Oké, vier Pokémon. Misty kan dus gevaarlijk zijn en ze begint met het watertype Toxic Croak. Level 49, waarschijnlijk met een poison aanval, nog een poison aanval, te veel poison aanval en poison waar poison in zit. Kijk, poison jab. Zoals ik al zei, poison. En... oh boy, natuurlijk zijn we gelijk gepoisoned. Dit is niet goed. En natuurlijk heb ik geen volgestoord bij me. Snukkeltje, die komt wel zeker, maar dat duurt er wel eventjes. Ja, zo te zien duurt er nog wel eventjes. Probeer het? Nee, helaas. Weet je, ik zou nog heel erg blij zijn geweest met Espeon. Aquarion, jij gaat het doen. Ik ben heel erg bang voor die poison. Oh, ik had echt die aqua dinges moeten doen. Weet je wat, we gaan gewoon gokken. Als hij dit overleeft, gaan we gewoon nog een keer hopen tot hij Sucker Punch gaat doen. Dan kunnen we die aqua dinges gratis opzetten. Dus... Aquaring? Oh, jij doet het volgestoord, tuurlijk. Nou ja, Aquaring, dat zorgt voor een leftovers effect bij ons, dus... Als we dan ook een... Oh, nou doet hij net te plot en ik doe weer... ik drukte te snel, verdorie. Oh, nou is de special attack extra omhoog gegaan. Dus als hij poison jab doet, dan hebben we een groot probleem. Aurora Beam Ice doet volgens mij poison niet zoveel. Oh boy, hij heeft al twee keer Nasty Plot gedaan, dan moeten we op gaan passen. Critical, 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 oh boy. Oh boy, Sludge Bomb met twee keer een Nasty Plot, dit kan dodelijk zijn. En hij heeft een volgestoord gebruikt, dus aan de ene kant vind ik het heel eerlijk als wij dus ook een Hyper Potion mogen gebruiken. Critical, we hebben je nodig. Darn it. Hopelijk is hij dom om weer een nasty plot te doen. Nee, Poison Jab. Oh boy. En jij krijgt wel weer je critical hit, natuurlijk. Leafeon, ja, het nadeel is, het is een poison. Ah, Leafeon, hopelijk ben je snel genoeg. Doritern, ben je snel genoeg? Nee, ben niet snel genoeg. Oh boy, een Sludge Bomb is special attack en hij heeft twee keer zijn special attack omhoog gegooid. There's no way dat Leafeon dit overleeft. Ik voel me nog niet verslagen, nog niet. Ice Fang. Oh, kom op! So not fair! Oh, jij bent niet super effect... Oké, we zijn weer wiped out voor twee keer in een row. Deze gym badges die zijn gemeen. We zijn gewoon twee keer gepwned. Dit is so not fair. En dat allemaal omdat wij nog steeds geen vijfde en zesde Pokémon hebben. En dit was haar eerste Pokémon! Wacht even, ik was heel even wat kaas gaan pakken. Hij is niet gegaan. You went the game over. Oh. Ja, in verband met Nasty Plot combo. En die poison jab, die is ook echt gewoon heel gemeen. Nou ja, we hebben de burn status, dus... Yay! So not fair, inderdaad. Nou, het nadeel is... Ja... Ik denk dat hij weer poison jab gaat doen, dus ik ga gewoon overswappen gelijk naar Aquarion. Hij is nou burned, dus...
Yep, daar is Poison Jab. Oh, tuurlijk heb je gelijk de poison te pakken. Of course. So not fair dit, echt. Oh, en nou doet hij gelijk Sludge Bomb, omdat hij gelijk kon ruiken tot ik geen aanval zou doen. Echt, de eerste keer gebruikt hij Sucker Punch. Het is zo gehackst, joh. It's so not fair. Ik hou ervan als ik rage tijdens Pokémon games. Maar het valt me echt heel vaak op de laatste tijd dat ik wil niet... Je wil niet weten hoe vaak dat het spel gewoon echt cheat door te weten wat jouw input is. Goed, we gebruiken nou gewoon een full heal. En hopen dat we die aanval die nou gaat komen gaan overleven. Jij gebruikt een full restore. Jij was burned! Dit is so not fair! Oh, Poison Jab weer. Nee, please, please, please. Please, Aquarion, please! Dit is so not fair. Hoe willen we dit doen? Hier en dan weet hij dat hij Sucker Punch moet gebruiken. Blizzard doet tenminste iets. Kunnen we alsjeblieft voor de love of Magikarp gewoon de eerste Pokémon verslaan? En niet elke keer gepoisoned worden? Serieus! En nou ontwijk... I'm so done! This is so not fair! Dit is echt... Dit kan gewoon niet! Zien jullie... Robin, Erik, zien jullie deze shizzle? Jongens? Zullen we maar gewoon de steek laten zelfs? Ik weet niet of Erik ook dat probleem heeft, maar ik heb er niks van kunnen verstaan. Ik hoor nu ook heel veel inderdaad. En dan laat Skype mij ook weer in de steek! Ja. Ja. Nou, we hebben Toxic Croak eindelijk kunnen verslaan, joepie. Nou, nog andere te gaan. Doduo. En ik heb nog zo weinig HP. Oké, Firepower, jij gaat heel eventjes, je krijgt daar een Hyper Potion. We gaan gewoon in de Healing Spray nu. Zij speelt vals, dan ga ik ook vals spelen. Ik ga gewoon een Hyper Potion op Firepower gebruiken. Dan gaan we gewoon iedereen reviven. Want Doduo is een waardeloze Pokémon, vind ik. Over niks slecht te horen. Hè? Ik kan je zeggen dat ik slecht te horen heb. Ja, nou hoor ik je tenminste weer. Maar ik hoor Robin wel zelf goed. Alleen, ja, Stefan die valt... Die hapert. Nu toch niet meer? Ja. Al heb je dat wel heel vaak bij streams. Ja. Ik denk dat dat... Misschien moet jij even hosten dan, want ik zit namelijk ook inderdaad te livestreamen. Nou, ik denk niet dat het daaraan ligt. Aan wat dan? Waar ik denk dat het aan ligt... Sowieso Robin, momenteel echo jij. Dan staat mijn geluid daar, sorry. Ja. Maar wat ik denk is, die instelling van Skype die ervoor zorgt dat geluid die uit je eigen computer komt, dat gedempt wordt. Dat het diezelfde instelling is die zorgt dat jij hapert. Want jij neemt natuurlijk je geluid op. En... Nee, dat gaat via OBS, dat is iets heel anders. Oh, nou ik weet niet, want ik heb er eigenlijk alleen maar last van. Bij livestreams. Ja, maar dat... Skype-gesprekken, nooit last van. Zie. Ik denk dat dat echt te maken heeft met het feit dat ik dus nu op het moment... Nee, hè. Wat? Nee, maar ik denk echt dat het te maken heeft met het feit van... Ja, tot ik aan het livestreamen ben en tot ik via Skype zit. Ja. Nee, in ieder geval, op dit moment klink je nu heel veel weer goed. Ja, nou, gelukkig maar. Ik snap niet waarom.
Nou, ik ga in ieder geval iedereen eventjes nou proberen te healen. Hopelijk tot Defensive Wall Aquarion eventjes die drill pack wel overleeft. Oké, dit gaat heel... Tuurlijk critical hit. Nou, kun je mij dan ook nog even healen? Nou, de tocht die ik gemaakt heb, zijn mijn benen kapot. Ja, die van mij ook. En ik zie dus een reden waarom dat zo slecht gaat met de service. Dat is ook wel even fijn om te vertellen. Dus diverse DDoS aanvallen. Ja. Want ze hebben het zojuist ook gezegd van ja, en we zijn er trots op, bladibladibla. Wauw. Yep, er zijn helaas mensen in de wereld die... Nee! Om een of andere reden haat hebben aan Pokémon Go. Waarschijnlijk te maken met enkele spelers die haat... Die een beetje... Wacht. Wat? Wat een Miltank! Miltank? Oh nee! Onwaarschijnlijk met de aanvallen roll-out. Een milkdrink! Om roll-out te versterken. Milkdrink om te healen. En body slam om te paralyzen. Nee, waarom heeft dat... Oh, Whitney 2.0 level 52. Oei. Waarom? Sterkte. Echt niet even maken, hè? Het is echt... Nee, deze dag, nee. Oké, hoeveel schade doet er? Zen Headbutt. Die doet niet zoveel, oké. Wij gaan zoveel mogelijk healen. Is misschien wel verstandig nu, ja. Ja. Maakt me niet uit, dan kost het me al mijn revives. Vergeet niet, we zijn underleveled. Wij hebben maar 4 Pokémon. Yep. Dus anything goes. Punt. Al moet je nu wel rekening houden tijdens de tijd dat je aan het healen bent, tenzij hij geen roll-out kan. Nou, maar we hebben Zen Headbutt gezien. We hebben Zen Headbutt gezien en we hebben die andere gezien, dus... Oh ja, ik zie nu net inderdaad die andere aanval. Ja, die zorgt voor een lower special attack, dus ik ben gewoon nou heel eventjes flink aan het healen. Livion, die gaan we dadelijk inzetten. Ik kom nog een Zen Headbutt. Volgens mij overleeft Livion dat net. Of Frostwater. Ja hoor. Dus nu gaan wij overswappen naar een andere Pokémon. Dan gaan we naar Livion. Zen Headbutt is volgens mij namelijk een fysieke aanval. Dat is een fysieke, ja. Oh boy, Gyro Ball. Oh ja, die doet helemaal niks. Goed. Return! Want volgens mij is Miltank juist een special defensive wall. Voornamelijk HP. Defense en special defense zijn allebei niet al te hoog. Volgens mij is special defense wel ietsjes hoger, maar het is vrij in balans. Nou, we gaan hem gewoon naar neerhalen. Kom op, als deze return... Oh nee, niet weer een volgende storm. Ik haat jou. Ik wou bijna zeggen, Whitney, ik haat jou, maar we zijn tegen Misty aan het vechten. Ja, dat is natuurlijk het lastige. Zelfs maar ik vraag me ook af, wat is die... Ja? Zelfs al kan Miltank dan geen milk drinken, dan heb je wel de volgende stores van de gym leaders. Nou, we hebben de vierde... Weer... Hoeveel critical hits krijgen hun wel niet? Dat is zo not fair. Maar goed, in ieder geval, we weten nog steeds niet wat die vierde aanval is. We weten Gyro Ball, we weten dat die special attack kan loweren. En we weten dat, die Zen Headbutt, die weten we. Maar wat is die vierde move dan? Ik gebruik nou gewoon Hyper Potion, ik ga nou gewoon val spelen. Screw it. Waarom doe je? Ja, waarom niet? Nou, wat ik dus gewoon echt niet fair vind, is gewoon de critical hit ratio van de AI, van de tegenstander waar je tegen vecht, die is zo hoog. Die hebben gewoon bij iedere aanval die ze doen, hebben ze zo'n grote kans op een critical hit.
Mooi. Doei, Miltank. Good day, sir. Ik maak een biefstuk van je. Oké, laatste Pokémon is een actuele watertype, Sharpedo. Oké, ik doe eerst een Giga Drain. Want daar is Slash. Die kunnen wij overleven in verband met wij zijn een defensive wall. Giga Drain zorgt ervoor dat wij het een en ander qua health weer terug kunnen krijgen. En dan kunnen we het afmaken met Mesblad. Waar ik me eigenlijk nou afvraag, omdat Sharpedo die heeft de ability op het moment dat je hem aanvalt met een fysieke aanval. Zou je dan schade krijgen bij Sharpedo? Maar Mesblad maakt geen fysiek contact, dus... Zou ik nou inderdaad die schade krijgen? Nee. Ik snap er helemaal niks meer van. Ik ben helemaal geflabbergasted. Maar goed, we hebben missie verslagen. Yes! Dit was werkelijk Whitney 2.0. En hoe? Nou, oké, die eerste Pokémon, die was gewoon gemeen, die Poison-type. Poison is al sowieso moeilijk te handhaven met evolutie, zeker als je geen Espeon hebt. Misty weet alleen niet hoe ze Miltank moet trainen, want... die heeft gewoon een hele slechte moveset voor een Miltank. Erik? Er zijn nog heel veel tournaments die eraan moeten komen. Wil je alsjeblieft niet tips geven aan hoe je Miltanks moet... Ik wil niet bij tournaments, ik weet niet hoeveel Miltanks tegenkomen, dank je. Ja, want ik weet inderdaad dat Erik, mijn Miltank, die was best wel sterk tegen jou. Erik, ik meen het. Nee, ik hou me in. Mom! Ik vertel over mijn super Miltank. Mom, Erik en zijn het zeiken over zijn Miltank, stop nou eens met bellen. Ik moet hem nou waarschuwen dat hij dat niet moet gaan vertellen, mom. volgens mij wel Triangle, man. Ik weet het niet zeker, maar... volgens mij wel. Oh, begin ik nou al te gapen? Ik geef je groot gelijk, ik ben ook back af. Ja, ik begin te gapen, inderdaad. Niet dat we moe zijn van we willen slapen, maar gewoon van altijd lopen. Nou, ik heb wel heel slecht geslapen vannacht. Maar dat is minder erg dan het hoeveelheid dat ik gefietst heb. Nee, we hebben al surf. Ik denk dat ik eigenlijk deze aanval Waterpulse wil leren aan misschien Frostwater. Ik bedoel, een wateraanval aan een ijstype geven kan ook handig zijn. Plus Waterpulse is een speciale aanval, dus... Ik bedoel, we zijn wanhopig genoeg op het moment, dus waarom ook niet? Ik bedoel, het is niet echt tot... even kijken, we hebben Ice Fang. Ice Fang is fysiek, dus dat is niet echt handig voor Glaceon. Blizzard is goed, Icy Wind, die heeft een redelijke attack. En natuurlijk hebben we Shadow Ball. Ik denk dat Ice Fang inderdaad weggaat, aangezien dat een fysieke aanval is. Oh. Tot zo, Triangle Man. Wat zijn de abilities van je evoluties in de stream? Nou, we hebben nog geen Eevee gevonden met een hidden ability. En volgens mij was er ook nog geen hidden ability in Gold, Heart, Gold, Soul, Silver. Tenminste, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet het niet. Ik ook niet. Het moment dat ik geleerd heb over je hidden abilities... was pas nadat... al die andere spellen al uit waren. Dus ja, ik heb er ook pas van gehoord in X en Y, dus... Ah, het enige nadeel is, we hebben nou dus nog een gym te doen, en dat is Sabrina's gym. En dan denk je bij je eigen van, oh nee, Psychies, dat wil je niet! Ze zijn alle drie level 50, dat wil je niet! Maar het is randomizer, dus we kunnen geluk hebben. Maar ook heel erg pech. Nou ja, we gaan gewoon twee gyms achter elkaar doen, waarom ook niet? Volledig Team Legendaries. Oei. Magikarp, Magikarp en Magikarp. Dat, ja. Maar dan kan je voortaan zien als een Legendary, die zijn we nog steeds niet tegengekomen. Nee, maar tot nu toe hebben ze allemaal gewoon dus normale doorsnee ability.
Leafeon bijvoorbeeld, die heeft ability op het... Wacht eventjes, jij bent Slowking. Was dat niet op part Psychic? Volgens mij wel. Ja. De Slowpoke familie is allemaal gedeeltelijk Psychic. Psychic Wander. Ah, en we hebben een dubbele flinch, mooi. We hebben een keer geluk. Nee, maar zover ik weet, Leafeon die heeft dus de ability. Op het moment bij Sunny Day kan hij niet geparalyzed of een status effect krijgen. Hallo, luchtballon. Venomoth kunnen we gewoon door blijven gaan. Even kijken, dan hebben we dus... nou, Flareon die heeft Flare Blitz, geloof ik? Nee, dat is de aanval. Flashfire. Flashfire absorbeert alle vuuraanvallen en maakt zijn eigen vuuraanvallen sterker. Dan hebben wij Aquarion, die heeft Water Absorb. Op het moment dat hij geraakt wordt met een wateraanval, hield hij zichzelf. En dan hebben wij nog Glaceon, en die heeft zijn standaard ability op het moment dat hij geraakt zou worden door een... een hailstorm gaande is, dan is hij moeilijker te raken. Dat zijn de abilities op het moment. Precies. En misschien is het heel erg handig om eventjes een shop in te gaan, omdat ik weet niet hoeveel items ik kan kopen, omdat ik alleen maar hyper potions heb. Dat is inderdaad best wel slecht. Vierde Pokémon, Regigigas. Regigigigas. Nou, ik zal eens even kijken, heb ik nog steeds een Pokéball glitch op Pokémon Go? Ik zal hem eens even gewoon herstarten. Gewoon helemaal herstarten. Kijken wat hij doet. Ah, weet je wat? Ook eens een keer kijken op Pokémon. Ja hoor, we hebben waarschijnlijk weer... Ja hoor, ja geen berries! Je hebt er geen drol aan, maar je moeder heeft ze toch voor je gekocht. Net zoals de papaya berries. Die je al eerder van je moeder hebt gehad. Toen je al tegen je moeder had gezegd dat ze waardeloos zijn. En ze ze toch weer heeft gekocht. Wat lief. Net zoals de Kazip berries. Die waren nu in de aanbieding. Slechts 2 halen, 3 betalen. Is inderdaad een systeem die best wel goed werkt. Inderdaad. Zoveel koop ik mijn Magic Cards ook altijd. Oh, dus jij handelt in Magic Cards? Oh. Really? Ja, ik handel in Magic Cards. Wacht eventjes. Robin, really? Nee, ik weet het al, ik weet het wel. Really? Sorry, ik ben nog niet klaar met jou. Really? Oh. Nu heb jij geluk, Stefan. Bij mij werkt de server ineens weer. Bij jou werkt hij weer? Nee, bij mij niet. Bij mij werkt hij... Bij jou alleen. Bij mij werkt hij... Ja, want ik heb die connection error. Ik ook. Nee, ik zit er wel in. Vraag niet hoe. Ja, ik niet. Dan kom je verder. Ah, ik heb hier een Pidgey. Ik ga eens kijken of ik die Pidgey zou kunnen vangen dan voor de grap. Proep, proep. Pidgey op level 189. Eén. Twee. Drie. Yay! En ik hoor jou niet meer, Erik. Nee, want ik ben gewoon heel veel stil. Oh ja, ik zag een balkje en dan lijkt het dat je praat en... Je snapt me wel. In ieder geval kijk hier, Pidgey. Yay, bewijs. Hartstikke leuk. Nou, laten we hier nog even één trainer doen. Dan sluiten we af voor deze aflevering. Doen we nog één aflevering en dan vind ik het weer mooi geweest voor deze livestream. Ja. Hi. Ik weet niet waarom, maar ik ga altijd nog steeds diagonaal. Omdat ik weet dat dat bij de andere... Dat zeg maar de truc was om bij Sabrina te komen. Ik weet niet of dat hier ook nog steeds een truc is, maar... I don't know. Geen idee. Wabafet! Als hij counter doet, hebben we een probleem. En hij doet counter. It's like they know what you use! Oké! Okay.
Wij pakken Aquarions. Kijk of hij weer counter gaat doen, terwijl dat we nou een special attack gaan doen. Hij overleeft het niet, dus we zullen het nooit weten. Oh. Ik ben er eerlijk gezegd blij om. Een Starly. Ah, we hebben een Aurora Beam die we kunnen gebruiken. Ah, die zit al de hele tijd in mijn oog, jongens. Echt, dat is... Nou weet ik hoe Mark zich voelt. Ah. Doodse stilte. Ja, sorry, ik ben aan het multitasken weer. Mewtwo! Oh, not again. Ik had eerder verwacht dat de gymleader deze zou hebben, maar... Het zou best wel happig zijn, de Psychic Type Legendary bij een Psychic Type Gym. Ja, inderdaad. Oké, wij hebben Mew Lugia. Nou ja, we moeten sowieso dadelijk terug naar een Pokémon Center in verband met onze Fluffy, ik bedoel onze Firepower. Steve, wat vind je eigenlijk zo leuk aan de evoluties? Ik heb altijd de evoluties sowieso schattig gevonden. Plus, ik vond ze hartstikke leuk dat ze allemaal in verschillende types konden evolueren. Zeker dat er meer types later bij zijn gekomen. Dus ja, ik ben gewoon echt een hele grote fan geworden van de evoluties. En vandaag de dag nog steeds. Ja, wij dus ook Fire. Maar het was een van de onderdanen die het had. Nou, jongens, ik ga alvast afsluiten voor deze livestream. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wil je zelf een keertje aanwezig zijn bij zo'n livestream? De link staat in de beschrijving voor Twitch. Druk op de volle knop en als je notificaties aan hebt staan, dan krijg je notificatie wanneer dat wij live gaan. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. En met dat gezegd hebben... Doei! Ik ben nog steeds op zoek naar een Pokémon Center. Pokémon Center gevonden.